ben Iris. Het is nu Poëzieweek en daarom ga ik jullie vertellen over dit boek, Hou van die hond, van Sharon Creech. Hou van die hond gaat over Jack. En Jack is een jongen en hij houdt niet van gedichten, want gedichten zijn voor meisjes. Of toch niet? De juf van Jack weet hem over te halen om toch gedichten te gaan schrijven. En zo komt hij erachter dat hij daar toch wel heel veel in kwijt kan. En hij schrijft het liefst over zijn hond Sprint. Vandaag gaan we een vormgedicht schrijven. En dan denk je misschien, en wat dan? Een vormgedicht. Jack zegt hierover: dat was geweldig, die gedichten die u ons liet zien, met woorden, in de vorm van het ding waarover het gedicht gaat. Zoals dat een over een appel, in de vorm van een appel. En dat over het huis, in de vorm van een huis. Mijn hersens knapten toen ik naar die gedichten keek. Ik wist niet dat zo'n dichterfiguur ook zoiets grappigs kon doen. En dan zegt Jack: ik heb geprobeerd zo'n gedicht te schrijven in de vorm van het onderwerp. Jacks gedicht heet Mijn gele hond. Hij heeft zijn hond uitgewerkt als vormgedicht. Kijk, je ziet in het midden het lijf. Daar staat de woordjes, heel vaak het woordje lijf. En je ziet poot. En helemaal onderaan de poten zie je klauw. En hij heeft woorden gebruikt als oog en oor en kop, maar ook kwijl, snuf snuf, kwispel kwispel en wollig. Dus je kan allerlei woorden gebruiken om iets te laten zien. Je kan dus woorden gebruiken die het voorwerp of het dier beschrijven, maar ook die bij hem horen. Want je ziet misschien de staart van de hond. Dus je schrijft op staart, maar die staart die kwispelt ook. Dus dat kun je er ook bij zetten. Jij gaat ook een vormgedicht schrijven. Het thema van de Poëzieweek is samen. Waar denk je aan bij het woord samen? En dan vooral aan welk voorwerp? Dus misschien denk je wel aan voetbal, omdat je altijd graag samen voetbalt met je vrienden. Of misschien denk je wel aan de bank, omdat je graag met je ouders op de bank samen een film kijkt. Kies een voorwerp wat voor jou past bij samen. Pak pen en papier erbij en schrijf zoveel mogelijk woorden op die te maken hebben met jouw voorwerp. Dus wat is de vorm? Wat voor kleur heeft het? Hoe ziet het eruit? Wat kan je ermee doen? Alles wat je maar kan bedenken over dat voorwerp. Teken nu met een potlood op het papier de vorm van jouw voorwerp. En doe dit zo licht mogelijk, want je moet het later kunnen uitgummen. Nu ga je kiezen welke woorden die je net allemaal opgeschreven hebt het best bij die vorm passen. En schrijf die op de juiste plek in de vorm. Dus vergeet de randen niet, maar ook het midden. Ben je tevreden? Dan gum je heel voorzichtig de potloodlijnen weg. Daar is jouw vormgedicht. Hoe heet het?